Met een spetterend For Infinity programma vierde de Rijksuniversiteit Groningen van half mei tot half juni haar 400-jarig bestaan. De exacte datum van haar 400ste verjaardag is 23 augustus 2014. Ter gelegenheid daarvan werd op 22 augustus om middernacht het kunstwerk Cher onthuld. Een opvallende lichtsculptuur van Peter Mussenga die het aangezicht van de Bloerstraat ingrijpend zal veranderen. Het Groninger Universiteitsfonds stelde middelen ter beschikking en schonk het kunstwerk aan de jarige universiteit. We wilden graag een kunstwerk. Toen eenmaal besloten was dat het hier in de hal van de UB zou komen. En iets met licht, hè, beelden te maken zou hebben. We wilden graag dat daarin iets te zien zou zijn van het talent en de excellentie, hè, van medewerkers, onderzoekers van de rug. Er moest ook iets van duurzaamheid in zitten. En tenslotte moest het iets laten zien van wat de universiteit op deze plek eigenlijk doet voor de stad en de provincie. Wat je ziet is een kaleidoscopisch beeldengrid waarin dat voortdurend van vorm verandert. Dus de individuele cellen veranderen van vorm. Maar het grid als geheel beweegt ook als een soort waterval naar beneden. In dat beeldengrid zie je foto's, video's, teksten die de verschillende fasen van onderzoek laten zien. Wat ik heel leuk vind is juist omdat op deze plek, de universiteitsbibliotheek, waar mensen uit alle vakgebieden samenkomen, studeren, onderzoek doen, dat die in een omgeving komen waar ze kennis maken met die rijke wetenschap hier in Groningen. Wat toch heel bijzonder is, wat we graag wilden, dat het van buiten goed zichtbaar is. En dat maakt denk ik dat het ook voor de normale passerende Groningers een leuk en spannend element is. Het is een kunstwerk dat onderzoek deelt. Onderzoek van wetenschappers hier aan de Universiteit Groningen. Die delen hun werk met het kunstwerk. En het kunstwerk deelt het werk met de omgeving, de wetenschappers, studenten en met het grote publiek. Geert Reitsma heeft als beginnend wetenschapper uitzonderlijke prestaties geleverd. Na 3 jaar promotieonderzoek heeft hij 10 publicaties in internationaal gerenommeerde tijdschriften op zijn naam staan. Reitsma onderzoekt bewegingen in biomoleculen. Daarvoor gebruikt hij de nieuwste technieken, zoals de vrije elektronenlaser Flash in Hamburg. Welkom in de wereld van de ultrasnelle dynamica, waar het gebeurt in een picoseconde. Een miljoenste van een miljoenste seconde. Wat wij als het ware doen, is het proberen bewegingen in biomoleculen in beeld te brengen. Dus als het ware werken we toe naar het filmen van bewegingen in complexe moleculen. Eigenlijk is alle functionaliteit van leven opgesloten in van die structurele veranderingen in moleculen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het menselijk oog. In het netvlies daar zit retinol. En dat is een molecuul dat van vorm verandert als er licht opvalt. En die vormverandering zorgt ervoor dat er een elektrische puls in de hersenen wordt gegenereerd. Waardoor wij het licht echt kunnen zien. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat het menselijk oog kan zien. Bewegingen in een molecuul gaan razendsnel. Bovendien zijn moleculen zo klein dat ze voor het blote oog niet zichtbaar zijn. Om toch de bewegingen in moleculen te kunnen volgen, gebruikt Reitsma licht. Licht heeft een bepaalde kleur. Die kleur hangt samen met de golflengte van het licht. En een klein deel daarvan kunnen wij zien. Maar er is natuurlijk een heleboel licht wat wij niet kunnen zien, zoals UV en röntgen. En als we nou een kleur kiezen waar dit molecuul gevoelig voor is, bijvoorbeeld op deze plek. En we zorgen ervoor dat we het licht zodanig snel kunnen pulsen, dat we als we dus sneller zijn in die picoseconden, dan kunnen we als het ware een beeld creëren van wat er in het molecuul gebeurt. Dit is de opstelling waarmee de metingen worden gedaan. De moleculen komen van deze kant en het licht komt van deze kant. Hier binnenin zit een ionenvalletje waar dan de botsing plaatsvindt. En met behulp van deze massaspectrometer kijken we dan wat er na de botsing met de moleculen is gebeurd. Nou, als we weten hoe dit soort belangrijke processen werken, dan weten we ook wat er mis is als ze een keer niet werken. En dan kunnen we daar ook methodes voor verzinnen om daar eventueel in te grijpen.
In het Donald Smith Center for Information Technology maken ze prachtige kaarten. De geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen helpt er studenten en onderzoekers bij het presenteren en analyseren van geografische data. Wat te denken van een plattegrond die in één oogopslag duidelijk maakt op welke plek wateroverlast ontstaat bij extreme regenval. Als je hier één drempel aanlegt, dan zou het bij wijze van spreken zo door kunnen lopen. Ja, heel veel informatie heeft een ruimtelijke component. En als je die ook laat zien, dan snappen mensen in één keer wat er aan de hand is. Als je ziet dat heel veel mensen ziek worden of niet ziek worden, ja, dan zegt dat nog niet zoveel in een grote tabel. Maar als je ineens ziet, hey, daar zijn heel veel mensen die heel oud worden en hier zien we dat een bepaalde ziekte heel veel optreedt. En we zien dat hier ook een grote fabriek staat of we zien juist dat hier veel natuur is. Nou, dat is een simpel voorbeeld, maar je maakt het inzichtelijk met een kaart en we kunnen er ook nog heel veel aan rekenen. Dus je kan er ook correlaties vinden die je niet ziet als je alleen maar naar een tabel kijkt. Het CIT beschikt over een modern reality center waar met high performance computers gedetailleerde kaarten op een groot scherm kunnen worden gevisualiseerd. Dit is een voorbeeld van een project dat we gedaan hebben. Een tijdje geleden was er sprake van dat de reistijd van de ambulances teruggebracht zou worden tot 8 minuten. En vervolgens hebben wij berekend hoe ver je dan binnen 8 minuten kan komen met die ambulances. Nou, als we dan hier inzoomen op Groningen, zie je dat Groningen 2 ambulanceposten heeft en binnen 8 minuten kom je niet zo heel ver. De rode gebied is dan binnen een kwartier, nou dan ben je al een stuk verder. Maar er zijn nog gebieden hier en ook hier in Oost-Groningen waar je dus ook binnen een kwartier nog niet kan komen. Als daar een ambulance nodig is, dan ben je nooit op tijd. Leuk voorbeeld van hoe je een geotoepassing gebruikt om eigenlijk te bekijken of iets een goed idee is of niet. We zijn voortdurend op zoek naar de nieuwste mogelijkheden en de nieuwste technieken. Wij zitten heel erg op de geokant en de onderzoekers en de studenten die komen met specifieke vragen, die komen met hun expertise en wij kijken eigenlijk of we samen nieuwe dingen kunnen bedenken. Dus ik nodig iedereen bij deze van harte uit om bij de geodienst langs te komen met wilde plannen en dan kijken we of we daar iets moois van kunnen maken.